Hallo collega, ik ben Anne-Floor Brouwer en vandaag ga ik jullie laten zien hoe je in OneNote een escape room bouwt. Een escape room kun je gebruiken om studenten kennis te laten maken met teams of welk onderwerp dan ook. Om een escape room te maken is het belangrijk dat je vanuit de OneNote app werkt. Het gaat niet werken vanuit Teams. Dus hier is mijn OneNote app en ik ga een nieuw notitieblok aanmaken. Dus dat doe je door hieronder op de plus te drukken en die geven dan een naam. Deze noem ik Escape Room Tutorial. Prachtig. Dan zeggen we Create Notebook of aanmaken. Ligt eraan in welke taal jouw OneNote staat. Het maken moet je vaak even over nadenken, kan even duren. Dan heb je je Escape Room. En die staat zo voor je klaar, dus nog helemaal blanco. Nou, wat we gaan doen is nieuwe secties toevoegen. Want dit gaat namelijk niet werken bij de pagina's wat ik ga doen. We gaan namelijk wachtwoorden zetten op alle nieuwe secties. Dus we beginnen hier bij de eerste. Die laten we openstaan, maar die geven wel een andere naam. Dus noemen we bijvoorbeeld start of kamer 1. Het is nou eenmaal een escape room. Dan maak je hier wat leuks van. Welkom. En geef je de instructies. Je kunt hier afbeeldingen plaatsen, een verhaal plaatsen over hoe je moet ontsnappen en waarom. Maar het is wel duidelijk dat je in ieder geval de instructies opschrijft. Dat elke vraag die op een pagina staat, beantwoord moet worden. Om een nieuwe kamer te kunnen openen. En dat werkt dan als volgt. Wij maken een nieuwe sectie aan. Het is echt die linker. En noem je dan kamer 1. Of room 1. Of welke taal dan ook. Het is wel een escape room. En deze kamer, daar ga je rechtermuisknop op. Ik zou aanbevelen om dat pas te doen nadat je klaar bent. En dan staat hieronder password protection. Bij mijn Engelstalige versie in ieder geval. Daar klikken we op en dan doen we add password, of paswoord toevoegen. En dan bedenken we een leuke. En daarvoor moet je dus eerst nadenken over welke vraag je gaat stellen. Dus bijvoorbeeld, als je de vraag hebt, hoe heet het programma waarin je online les krijgt? Nou, dat heet Teams. Dus dan voer ik het wachtwoord Teams in. Let op, deze wachtwoorden zijn gevoelig voor hoofdletters en voor spaties en punten, komma's en dergelijke. Dus ik begin elk wachtwoord met een hoofdletter en dat geef ik de studenten dan ook aan. Nu heb ik 2 keer Teams ingevoerd. Zeg ik oké. En dan gaan we even wachten. En nu staat er een slotje achter. Hij staat nu open, dat kun je zien. Omdat ik net het wachtwoord heb ingevoerd natuurlijk. Dan is het heel belangrijk dat op de pagina daarvoor je dus de vraag neerzet. Hoe heet het programma waar jij online lessen in volgt? Dan moeten de studenten dus Teams hier invoeren, zodra die weer dicht is. Ik heb hem net beantwoord, dus hij staat nog open bij mij. Oh nee, kijk, top. Nu klikken de studenten dus op de eerste kamer om verder te komen in de escape room, maar moeten een wachtwoord invoeren. Dus de studenten gaan naar de vraag, hoe heet het programma waar jij online lessen in volgt? Ze hebben van jou de instructies gekregen, let op hoofdletters. Dus zij voeren in Teams. Dat is het juiste antwoord en zo komen ze in de tweede kamer. Nou, precies op die manier ga je tot hoeveel kamers je ook wilt. En je kunt dit over welk onderwerp dan ook doen. Dus bijvoorbeeld kamer 1. Om in kamer 2 te komen, moet je weten wat de hoofdstad van Engeland is. Dan maak je een nieuwe sectie weer aan. Die noem je kamer 2. Dan doe je rechtermuisknop, password protection, add password. Hoofdletter L, Londen, met een E, want de vraag staat in Nederlands. Dat zijn dus dingen waar je goed over na moet denken, want je kunt echt maar 1 optie invoeren. Oké.
En dan is het even wachten. En er staat ook hier een sleuteltje op. Zo kun je eindeloos doorgaan tot de laatste pagina eigenlijk. Let op dat je geen vragen erin stopt als hoe oud ben je. Want dat zal variëren per student. En je kunt echt maar één optie erin zetten. Het is zo simpel. En zo maak je een escape room. In een volgende tutorial kan ik je laten zien hoe je die koppelt aan jouw teamsomgeving. Ga hier lekker mee spelen en we horen graag wat je ervan vindt.